De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij bestaat dit jaar 200 jaar. Op veel plekken in Nederland wordt er aandacht aan gegeven. Zo ook in het Katwijks Museum. Daar is de tentoonstelling Redders op Zee te zien. Er is echt heel veel te zien. Natuurlijk een stukje geschiedenis en in vorm van de schilderijen. Prachtige schilderijen. Die hebben een hele grote ruimte met heel veel schilderijen. Maar ook heel veel foto's. Met hedendaagse, maar ook foto's van vroeger. Er zijn natuurlijk ook heel veel verhalen te vertellen over alle reddingen. Daar ga ik natuurlijk niet zo over vertellen, want ik wil natuurlijk graag dat u zelf komt en het zelf gaat lezen. Er zijn tijdens de expositie bijzondere schilderijen te zien. Van een reddingboot die door de branding klieft, schepen in de storm of schepen die zijn gestrand op de Noordzeekust. De schilderijen worden afgewisseld met hedendaagse foto's. Onder meer van fotograaf Dick Hogewoning. Het ziet er wel heftig uit, maar ja, het zijn ook heftige schepen. Want dit was natuurlijk de Rio Grande. Dat was een hele grote tanker die tussen Wassenaar en Scheveningen vastliep. En dit, de Wantsjoen, die kwam, als ik mee was, het bij Bakkum. Was hij op de kust gelopen en later is hij op het strand omgeslagen. En toen heb ik dus die foto's gemaakt. Ja, ik voel me zeer vereerd dat ze hier mogen hangen. De diversiteit is enorm. Figuratieve dingen, uiteraard de foto's natuurlijk. Maar ook dit schilderij van Kamerling Onnes, die zeer goed de zee weergeeft. Je kent hem niet zo, maar het gevoel, je geeft al het gevoel, je zit hier op zee. Zo, je kunt zien, we zijn nog volop bezig met alle laatste puntjes op de i zetten. En daarna kunt u komen kijken, want het wordt een fantastische tentoonstelling. Te zien tot eind augustus. Okay.